Dit is Thomas en hij hoopt vurig dat zijn date dezelfde muzieksmaak heeft. Ik hou heel erg van Femke Louise. Ja, dat is echt mijn nummer 1 artiest. Daar luister ik eigenlijk vrijwel alleen maar naar, want haar muziek is gewoon geweldig. Hallo. Hallo! Dag Thomas! Oh ja. Ik vind Femke heel leuk omdat ze heeft eigenlijk gewoon scheid aan alles. Ze is gewoon echt een icoon, gewoon echt zo'n boss bitch-achtige. Ze doet gewoon echt wat ze zelf wil. Dus dat vind ik altijd heel mooi om te zien en hoe ondernemend ze is. En ja, het is gewoon echt wel een voorbeeld qua muziek en qua persoon. Mag ik een glaasje Prosecco? Tuurlijk. Yes, lekker. Hebben jullie ook shotjes voor zometeen? Ja, zeker, zeker. Wil je wachten op je date of zeg je doe maar nu? Nee. Als de date er is. Oké. Wat vind je verder leuk? Wat zijn je interesses? Gewoon lekker naar het terras gaan, leuke dingen doen met vriendinnen. Ja. Spelletjes, wijn drinken. Dat is echt heel leuk. verder vind ik Femke Louise ook heel leuk. Groot fan? Ken... Ja. Ja? Ja, ja, super grote fan. Hoe ver gaat dat? Tattoo ver gaat het wel. Serieus? Ja. Sick. Ja, het gaat wel echt ver, maar ja, ik vind haar gewoon superleuk dus. Femke Louise herkent mij wel. Ik heb ook toen de tijd tattoos van haar gezet. En daardoor wisten wij eigenlijk wie ik was. Toen ging ze me ook volgen op Instagram en sindsdien weet ze wel wie ik ben. Wat voor type zoek jij een beetje? Waar val je op? Qua uiterlijk heb ik niet echt heel erg een type. Maar qua innerlijk moet iemand wel gewoon heel grappig zijn. Heel sociaal. Ja. Gewoon lekker kletsen en gewoon, ja, avontuurlijk ook wel. Snap ik. Ja. Of vioolspelen nou heel grappig is, valt nog maar te bezien. Maar sociaal is Jelte zeker. Ik ben op 9e begonnen met vioolspelen. Toen heb ik 2 maanden op de muziekschool gezeten en toen heeft mijn moeder me naar het conservatorium gestuurd. Hallo. Hi. Dag Jelte. Hi. Welkom in het First Dates restaurant. Dankjewel. De hobby is wel wat vervaagd inmiddels. Het is best wel moeilijk om in de klassieke muziek vooral een baan te vinden. Maar ik doe het nog steeds met veel plezier. Hi, ik ben Thomas. Jelte. Aangenaam. Yes. Oh. Alles goed? Ja, ik vind het wel een gekke ervaring zo. Ja, dat snap ik. Ja. Ik kan niet weten met wie je op date gaat zitten. Ja, precies. Waar kom je vandaan? Deventer. Deventer. Ja. Oh, dat is wel vlakbij op zich. Ik kom uit Dronten. Oh ja, Dronten. Dat? Ja, ken ik wel. Mijn eerste indruk was knappe jongen. Ja. Doe maar een Pinot Grigio. Zullen we ook een shotje nemen? Nou, ik moet nog wel terugrijden. Oh. Maar op zich, dat kan wel. Dat vind ik wel een goed plan. Ik vond het een hele leuke jongen. Hij kwam ook wel gewoon spontaan binnen. Gewoon gezellig gekletst, meteen een vraag stellen. En gewoon meteen wel een gesprek. Niet dat we elkaar zo ongemakkelijk aan zaten te kijken van... wat nu, weet je wel. Dankjewel. Als u. Hierna moet ik wel aan de spa rood, hoor. Dat is oké, okay, hoor. Ja, dat komt goed. Don't worry. Dankjewel. Als u. Als het nou heel gezellig is, laat je de auto gewoon staan. Als mijn moeder dit ziet. Hij houdt ook wel van muziek? Ja, ik hou erg van Femke Louise. Oké. Okay. Ik weet niet wat jij van Femke Louise vindt. Weet ik niet. Ik vind Femke Louise vreselijk. Ik heb er helemaal niks mee. Ja, ik luister niet per se naar haar muziek. En ik vind haar zelf ook niet per se heel... Leuk. Tenderend of zo. Nee. Oh ja. Ja, ieder zijn eigen mening toch? Ja, daarom. Nee, maar goed. Ja. Ik luister bijvoorbeeld heel veel naar Ariana. En daar zijn ook heel veel meningen over. Ben je wel eens bij concerten geweest? Ja, ik ben toen op mijn 18e verjaardag was zij in Amsterdam. Ja. En toen ben ik daar geweest. Dat was de enige keer dat ik haar live heb gezien. Oh ja. Helaas. Maar ik hoop dat het binnenkort weer kan. Ik zag trouwens dat je een tattoo hebt. Ja. Heb je meerdere tattoos? Ja, ik heb er... 4. 4? Ja, dit staat voor... Mag je raden? Ja, ik denk dat ik het al weet. Ja, Femke Louise. Ik heb dan Next op mijn arm staan. Bosbeach op mijn hielen. En een glas wijn in mijn been. Oké. Met de initialen van een van mijn beste vriendinnen erboven. Nou, dat is wel schattig. Ja. Ik heb zelf ook een tattoo. Oh, wat heb jij? Ik heb een half maantje op mijn enkel. Nice. En waar staat dat voor, een half maantje? Ariana heeft een oor. Oh ja. Fanboy. Ja. Een maand staat ook voor een nieuw begin. Dus mocht ik geen fan meer zijn van Ariana, dan maak ik er een ander leuk verhaal van. Want ik vind het een leuk ding, dus...
Maakt op zich niet uit. Ik leef toch op dit moment, zeg maar. Nu vind ik het leuk, dus nu doe ik het. En als ik het later het weg wil hebben, nou, dan laser ik het weg. Of zet ik iets eroverheen. Daar. Ja, precies. Lig ik niet wakker van. Eet smakelijk. Dankjewel, jij ook. Maar ik ben wel benieuwd. Heb je, zeg maar, een beetje een goede horror story van een dateverhaal, zeg maar? Dat je ooit een keer iemand hebt gedate, dat je bij jezelf echt denkt, oh, dit is mijn slechtste ervaring ever. Nou, ik heb een keer met iemand gedate en nou, dat was wel echt een slechte ervaring. Want hij keek me gewoon de hele tijd zo aan. Ejo. En hij bleef maar kijken, hè. Toen gingen we ook gewoon even nog ergens wat drinken. En zeg maar, toen we ook liepen, hij liep er helemaal zo. En hij bleef me maar aankijken. Dat valt nog wel mee. Ja, het valt mee. Want wat heb jij denk ik wel wat ergs meegemaakt. Mijn ex had mij gedumpt. Ik was zeg maar s'avonds bij hem, het was er nog niks aan de hand. Toen had ik zijn oma ontmoet. Die avond gingen we gourmetten met de hele fam. Het was heel gezellig. Ja. Toen bleef ik daar slapen. En het is zeg maar 2,5 uur heen, 2,5 uur terug. Dat was heel ver. Toen werd ik 's ochtends wakker. En toen zei hij, ja, ik ben niet meer verliefd. Alleen, op die dag dat hij het uitmaakte, was er een sneeuwstorm in Nederland. Dus je kon niet weg. Dus alle treinen waren gecanceld, alle bussen reden niet. En met de auto kon je daar ook echt met geen mogelijkheid kwam je daar weg. Maar het ding is, ik ben dus nu op vakantie. Eigenlijk. Met mijn beste vriendin en haar vriend. Oh, gezellig. Bij de kust in Den Helder, zeg maar. Alleen, ik ga dus even tussendoor op een date. Gezellig. Ja. Maar het ding is dus, we zitten op een camping. En ik heb dus eigenlijk echt best wel een hekel aan campings. Dat snap ik. Dan ga je zeg maar met je slippers en zo'n handdoekje ga je dan naar die douches toe, waar iedereen dan vieze haren en... Maar waarom ga je dan naar een camping? Ja, het is een staancaravan. Het is van haar opa en oma, dus ze betalen er niks voor. Dus dat is gewoon wel heel chill. Ik ben niet zo van het camping life of zo. Nee, dat Jij? Snap ik. Nee, mij niet bellen om gewoon drie minuten die douche met mijn handdoek loop ik daar. Nee. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Nou. Oh, ik was dacht. Yeah. Dat je zoiets van na betaal maar. Ik betaal hem wel. Nee, ik wil ook wel betalen hoor. Moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Ja. Mag jij? Jij mag het eerst zeggen. Ja, het lijkt mij wel gezellig. Ja, mij ook wel. Zo jongens. Yes. Zijn jullie eruit? Ja. 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 Je bent het niet mee eens? Nee, hij was al voor. Ik zie het aan je. Nee, hij was al voor. Ja, spontaan. Gewoon niet heel erg ingetogen. Dat vind ik sowieso wel leuk. Je hebt soms volgens mij zelf niet door dat je gewoon best wel grappig bent. Gewoon qua dingen die je doet met je gezicht of zo. Dat je dat opeens zo naar iemand kijkt. En dan kan ik er echt wel een stuk om gaan, zeg maar.